We gaan nu proberen uiteen te zetten hoe we in die situatie zijn gekomen. En in het tweede gedeelte leggen we het pad uit hoe we mogelijk hieruit kunnen komen. Want daar gaat het om. Alles wat u hier ziet is een beeld, een symbool. Voor dit grote gebeuren van de schepping, het kosmisch woord, is er wat we nu weten, de kwantumleegte. In het Hebreeuws spreekt men van tohu, bo, wahu. Het niets en niemandal. Waarbij de fysici, vooral de kwantumfysici, nu weten dat deeltjes en golven uiteindelijk zich kunnen verliezen in een grote leegte die niet echt leegte is. En waarvan de Chinese wijze Lao Tzu zegt, alles wat je wil benoemen, Dao, is niet het werkelijke Dao. Het is een beeld. Vader is de beginloze, eeuwige oerbron, het oorspronkelijke scheppingsveld van al wat is. De Zoon is het eeuwig woord, de stem van God, de logos, licht, liefde, waarheid. Oerschepper, die de oerbron, consciousness, bewustzijn, manifesteert, ook wel in de gnosis genoemd Christus, pancreator, schepper van het al. En de Heilige Geest is de tijdloze adem Gods, die alles in zuiverheid doorstraalt. In het Hebreeuws wordt dat genoemd Ruach. Dus in feite kunnen we zeggen dat de drie-eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, terwijl in de gnosis de Heilige Geest vrouwelijk is, de oerklank is die uit de bron van bewustzijn oprijst, het eeuwig. Trilling, het woord wordt vlees, wat ik in de vorige lezing uiteengezet heb. Dus de oerbron bewustzijn, consciousness, manifesteert zich in universa, multiversa, scheppingsgebeuren en heeft een enorme ordening die zelfs de astrofysici op dit moment niet eens zien. Dat geheimenis wordt genoemd in een beeld Vader, Zoon, Heilige Geest. Ook wordt het genoemd de hemelroos. Hemelroos. Daar wordt mee bedoeld de oerbron van al wat is. En daarin zijn hemelse gebieden of sferen, let op, Pythagoras, de leraar van Pitha, het ene, sprak al over zeven hemelsferen. In de Paulinische geschriften vindt u de zeven hemelen. Dat zijn gebieden, zeer concreet, zeer reëel, die verenigd zijn met het hart van de kosmos, van alle kosmoi, dat ook wel de centrale zon wordt genoemd, zoals wij een zon in ons solaire stelsel hebben. En daarin bevindt zich het Hieros Salem, hier op aarde bekend als Jeruzalem, het heilige plek van vrede, rust, stilte, leven, tijdloosheid, de mens van licht, de mens van liefde. Dat Eden is dus de plaats van vrede, ook genoemd het hemelse paradiso. In het paradiso vinden we terug in de Perzische taal. Ook genoemd het koninkrijk der hemelen, een staat van bewustzijn in ons en buiten ons. Zoals de Bhagavad Gita zegt, er is een Krishna loka die een plek is en geen plek, bestaat en niet bestaat. Het hemelse Eden. Vanuit die hemelroos openbaart zich het eeuwig om, amen, om, amen. Trilling, de schepping van het al. Daarin is ook, wat we helemaal verleerd zijn, een entiteit als Lucifer. Dionysius de Areopagiet bestudeert bijna niemand, die sprak uit ervaring. En die kende alle machten, krachten, alle engelenhierarchieën, Atje Angeloi. Hij kent het van innerlijke ervaring. Dus wij zijn niet het enige wezen. Er zijn talloze entiteiten, scheppingsentiteiten, waarbij Lucifer, Fero en Lux, drager van het licht, de speciale opdracht had binnen dit scheppingsgebeuren om het licht, in het begin is het woord licht schijnt in de duisternis,
om het verlichtingseffect in al die gebieden te brengen, een soort fakkel te ontsteken waar nog de duisternis heerst. En deze Lucifer, daar gaan we straks op in, en tegelijkertijd ook de hemelse mens, Homo Celestis, bestond in het hemelse paradijs in een toestand van licht, eeuwigheid, zijn, consciousness, hieros, samen. Dit is ook een beeld. Je moet altijd heel voorzichtig zijn dat je het beeld niet verletterlijkt. Hè, want dat zijn ook schilders die maken zoiets. Hè, in de Russisch-Orthodoxe kerk bijvoorbeeld. Pancreare betekent scheppen van het al. Dus Christus als pancreator wil zeggen dat het licht, het woord, alles schept. De pancreator. Wij hebben ook in ons lichaam een orgaan, dat heet de pancreas. Zeer belangrijk orgaan, want zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. In ons lichaam herkennen we al die krachten op een of andere manier in het scheppingsgebeuren terug. Alleen de farmacie, die weet dat niet meer. En daarom heet ze ook farmakos, want farmakos betekent in het Grieks plant. En ze hebben alles chemisch gemaakt. Dus ze zijn de weg helemaal kwijt. Kijk eens naar die prachtige tekst uit het Evangelie van Thomas. Yeshua, Jezus, zei, ik ben het licht dat alles doorstraalt. Ik ben het al. Het al is uit mij, met een hoofdletter, voortgekomen. En het al keert tot mij terug. Klief het hout, daar ben ik. Hef een steen op, daar ben ik. Daar zullen jullie mij vinden. Dat wil zeggen, er is geen plek, ook kwantumfysisch, waar niet dat licht aanwezig is. Professor Pop ontdekte met prachtige technologie dat als ons lichaam microcosmisch gaat fotograferen, wij een dansend lichtveld zijn door dit stoffelijk lichaam. Lichaam betekent vleeshuis. Zijn we licht, puur licht. Wat wil dit beeld zeggen? Dat is een beeld, een symbool. Verdrijving uit het Hierosalem. We praten nogmaals niet over het stoffelijk Jeruzalem. Eerste val veroorzaakt door Lucifer. U kent misschien de oude verhalen, de opstand van Lucifer, die 1/3 van de archeloïen en engelen met zich meeneemt en opstaat tegen het licht, tegen de liefde, tegen de waarheid en de troon zelf wil beheren. Dat is kenmerkend ook voor de mens. Bijna niemand wil onze tijd nog dienen. Bijna iedereen wil heersen, baas zijn, onderdrukken. En weinigen willen echt dienstbaar zijn. Dus hier zie je de val uit het hemelsparadijs. Moest je een loop hebben, dan zou je kunnen zien dat die vinger wijst op het sterrenteken in de astrologische dierenriem van 12 tekens, tweeling. We kennen 2 als een getal van splitsing. De mens verlaat de eenheid en komt in tweeheid. De 2 zuilen van Hercules, herinnerend aan het Platoonse verhaal van Atlantis, bij de vrijmetselarij Jachin en Boas. Alles is in ons bij de val een verstoffelijkingsproces, wat 2 fasen doorloopt, uit het geestelijk paradijs zo verdreven, komen we uiteindelijk in een aards paradijs, dat wil zeggen in een verstoffelijkingstoestand. Kort geschetst. Eens, alles wat ik zeg is eigenlijk tijdgebonden, was de mens spiritueel, transparant, lichtlichaam, aanwezig in tijdloosheid. In de overgang naar stoffelijkheid wordt hij duaal. Zie je ook in de scheppers gebeuren dat die man vrouw wordt. En om de eenheid te bereiken heeft hij seks nodig of seksualiteit, terwijl het Latijnse woord betekent secare, het scheidje, hoe dan ook. Dus die enorme overgang mag je echt letterlijk nemen. Er is een drama geweest in de kosmos, waar we stapje voor stapje een beetje mogen begrijpen, wetende dat in al onze kennis we altijd onwetend blijven. Er heeft zich een drama afgespeeld, en of dit drama noodzakelijk is geweest of is om iets door te maken, zal de nabije tijd bewijzen. De mens is duaal, gaat stoffelijke kleren dragen, wordt ruwer, harder, zijn lichtvoeding verandert in zwaar eten,
zijn bloed, wat hij nooit had, er zijn hele interessante beschouwingen over te geven. Hij krijgt een bloedsomloop, een hartsomloop, hij krijgt een brein. Hij verandert compleet. En uiteindelijk is hij gebonden aan het lichaam. Hij denkt dat hij doodgaat zelfs. Hij heeft een hele begrafenisindustrie opgericht. En een hele rouwindustrie. Hij weet niet meer dat hij gewoon zijn stofkleed verlaat. En uiteindelijk, als hij het pad gaat, innerlijk met een opgelucht hart kan zeggen, in paradiso. Maar de kerk weet het ook al niet meer. Dus uiteindelijk, alles wordt twee, alles wordt gesplitst. Kijk alleen eens naar mijn lichaam, of naar je eigen lichaam. Twee hersenhelft, twee oren, twee neusgaten, twee ogen, twee paar lippen. Gaan we verder, twee handen, linker borst, de ribben, rechter ribben, longen, links, rechts, geslachtsorganen, links, rechts, benen. Alles is twee. Dat is de dualiteit. Nu lezen we een tekst voor uit de Evangelie van Thomas, Logion 13. Jezus zei tegen zijn leerlingen, vergelijk me eens en zeg mij op wie ik lijk. Simon Petrus zei hem, u bent als een rechtvaardige engel. Want Simon die hield van rechtvaardigheid, was een zeloot, liefst met het zwaard erbij. Matthäus, een filosoof, een belastingambtenaar die ook Griekse filosofie las, zei hem, u bent een wijze filosoof. Maar Thomas zei hem, meester, mijn mond zal mij niet toelaten te zeggen op wie u lijkt. Yeshua zei, ik ben je meester niet. Want jij hebt gedronken en je beroest aan de sprankelende bron van levend water die ik heb laten opwellen. En hij nam hem terzijde en sprak drie woorden tot hem. Uitleg. In het Aramees betekent Thomas tweeling. In het Grieks betekent Didymos tweeling. Het was, zoals de Nagamani-bronnen heel duidelijk laten zien in de Thomas-evangelie, het was eigenlijk de geestelijke tweeling van deze grote meester. Dus hij verstond hoe de mens bij de poort van tweeling in een stoffelijk veld is gekomen, het oorspronkelijke levensveld verlaten heeft, waar alles een eenheid is, komt in de dualiteit, omdat hij in de geest één is met Yeshua, verstaat hij dit. En dan spreekt Yeshua drie woorden. Dat werd vroeger gezongen. I, Jota, de grondwet van alle kosmoi. De grondwet die bijna niemand op deze planeetje nog kent. Een grondwet die zo immens is, die de Oosterling terecht heeft genoemd Dharma, en verbonden is met de wet van zaaien en oogsten binnen dit planetair solair gebeuren. Alpha. A wil zeggen, ik ben het begin der dingen, en na hele lange cyclische omloop ook het einde. Hoewel er geen begin is en geen einde. Diep geheim. Er zijn allerlei oude afbeeldingen die ons kunnen helpen de geest te verstaan wat er met ons is gebeurd. De val van het hemelsparadijs naar een aardsparadijs zien we hier met een rood pijltje bij het teken tweeling. Daarvoor hebben we Taurus, Aries, Pisces en Aquarius. En let op. Hoe merkwaardig. Als het scheppingsgebeuren gebroken wordt en wat Jung noemt de schaduw van God zich openbaart via Lucifer, dus het verstoffelijkte heelal ontstaat waar wij in leven, wij leven in een verstoffelijkt heelal, niet meer wetend wat ons oorspronkelijke levensveld is, dan wordt er in de oude wijsheid gezegd dat er 12 sterrenpoorten bewaakt worden, zodat wij dus innerlijk ons pad moeten gaan om weer de poort te vinden, innerlijk en uiterlijk, om terug te keren. Was bij het teken tweeling de val? Hoe lang dat geleden is, weet men niet. Men kan al eindeloos door die ronde gegaan zijn. Het duurt normaal per sterrenteken 2160 jaar. En in een grote cyclus, zoals Plato
ingewijd door Solon in Egyptische piramide al wist 25.920 jaar. Hoe lang we al door dit rad van avontuur lopen, is heel moeilijk in te schatten, maar het is bij de plaats van de twee bomen, bij de twee zuilen, dat we dus gelokt werden door een kracht naar verstoffelijking. Dat we gelokt werden naar dualiteit. En de val is letterlijk een vallen in de donkerte, in de verstoffelijking, in de dualiteit, in het niet weten, het niet meer de wijsheid in zich hebben, het vergeten, drinken uit de beker van vergetelheid. En daarom moeten we dus weer wakker worden. Zijn we nu door God de goden geschapen? In de oude Genesis-verhalen staat absoluut niet dat God ons schiep. Er staat in het Hebreeuws Benega Elohim. Dat wil zeggen God, de zonen van God. In het geheime boek van Johannes, een van de parels uit Nag Hammadi, verboden door de kerk, want de kerk heeft eigenlijk al die parels verboden, want je zou eens kunnen voelen, weten wat er eigenlijk aan de gang is, wordt gesproken over goden die ons in elkaar knutselen in de stof. Ze lokken ons in de stof. Ze hebben een soort pseudo-adem om ons zogenaamd te bezielen, maar houden onze feiten vast. Dus toen vormde God de goden, et cetera, de mensen uit klei, uit stof. Blies hem levensadem de neus. En dat hebben wij geleerd als het oorspronkelijke verhaal, wat het niet is. Het is een tweedehands verhaal. Daarvoor gaat iets heel, heel anders aan vooraf. En God de goden, Benega Elohim, zeiden, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En God de goden schiepen de mensen naar hun evenbeeld, maar het beeld van God de goden schiepen ze aan man, vrouw. Maar het merkwaardige is, hier is dus al de dualiteit, man, vrouw. Wij zijn absoluut in ons oorspronkelijke zijn nog man, nog vrouw. Dus al die enorme aandacht in onze tijd op seks, derde geslacht, genderschap, mag je als je ooit het pad innerlijk gaat, allemaal wegschuiven. Daar komen we straks in het tweede gedeelte na de pauze uitdrukkelijk op terug, hoe dat in ons lichaam werkt. Of zijn we door de Anunnaki gecreëerd? Anunnaki, teruggaande tot Anu, zij die van boven naar beneden afdaalde. Het is overduidelijk, dat ons planetaire gebeuren door buitenaardse beschavingen enorm beïnvloed is en gemanipuleerd. Zo erg dat in onze tijd wij neigen tot de gedachte wij zijn geschapen door buitenaardse. Dat woekert maar voort. Zelfs in Star Wars, Star Trek films en films over reptilian, videogames voor kinderen. Wij zijn helemaal niet door een goddelijke essentie gecreëerd. Wij zijn als rassen door buitenaardse gecreëerd. Dat is secundair spul. Uit het diepst van mijn wezen. Uit het diepst van mijn ervaren zeg ik, wij zijn lichtwezens. En wat we val noemen, is dus de overgang die hoe dan ook, waarom dan ook, als een kosmisch drama heeft plaatsgevonden, ons binnen dit gebeuren brengt, waarbij allerlei ook niet-aardse beschavingen infiltreren. Zoals in Enuma Elish, het boek uit Sumerië, wat later Irak heet. Daar lees je ongelooflijk veel over. Of in het verhaal van Atrahasis, hoe de mens door goden, kijk maar eens wat ze hebben, flesjes in vitro, ze manipuleren met DNA. Want deze beschavingen hebben een kennis die nu pas, weliswaar met groot misbruik, door de wetenschap wordt gebruikt. Bijna alle technologie, bijna alle computerdeskundigheid, bijna alle virtuele toestanden komen van die robotica beschavingen. Daar komen we ook op terug. Wie is Lucifer? Dit is een beeld. Nogmaals, prent het beeld niet vast als een oertype. Het is een manier om uit te drukken, zoals William Blake, de grote schilder, Lucifer oorspronkelijk uitbeeld. Dat is een kerubs. Dat wil zeggen dat men een voertuig heeft. In het oude Egypte noemen we dat Merkaba.
Mer is licht, K lichaam vanuit de ziel en Ba stoffelijk. Zes vleugels wil zeggen dat ze een enorme kracht hebben om zich door de universa met hun scheppingskracht te kunnen bewegen. En het gaat hier om echte entiteiten vanuit een enorm lichtveld en kracht. Wat doet hij? Hij keert zich tegen Gods schepping. Filosofische vraag, hoe kan dat als God alles is, alles bestuurt? Die vraag heb je natuurlijk tientallen keren gesteld in de universiteiten, die ik liever diversiteiten noem dan universiteiten. Krijg je daar nooit een antwoord op. Er is iets gebeurd. En let op, hoe beelden we Lucifer nu af? De gevallen engel van het licht krijgt na de val namen als Satan. In het Hebreeuws Satanas, tegenstander. Duivel uit het Grieks, diabolijn. Hij die verwacht, verstrikt, leugenaar. De oude slang. Die gespletenheid brengt, let op de tong van een slang. De rode draak in het boek Apocalypse. Het beest verbonden met 666, omdat de mens normaal een spiralende ontwikkeling van 7 keerkringen doormaakt. En die krachten en machten, die we archonten noemen, trachten ons te onderdrukken, tot slaaf te maken, om ons in de kracht van het animale, het beest, te houden, zodat we hun kunnen dienen als slaven. Het beest, Baal-Zebub. Totaal verkeerd begrepen, Beelzebub is niet de god der vliegen, maar betekent de god der vliegende wezens. Dat zijn bepaalde ufo's, dus entiteiten, die helaas demonische krachten hebben en nog steeds bestaan. Daarom werd hij zo genoemd. Azazel, dat vind je in het boek Enoch terug, ook wel de bok genoemd, want de bok met 2 horens, daar kom ik straks op terug, verwijst naar Sin de maan. Ook wordt hij genoemd de vorst der duisternis, koning van deze wereld, overste van deze wereld, Baphomet, god Pan met de bokkenpoten. En in het geheime boek van Johannes heet hij hoofdarchont Yaldabaoth, de jaloerse, de arrogante of de verblinde Samuel. Dat wil zeggen, die kracht die kan alleen maar artificieel scheppen, zoals intussen ook in AI, artificiële intelligentie, daar kan geen echte ruach, levensadem door, tenzij technologisch. Dus Lucifer, als het ware de tegengod, bij Jung dus de schaduw van God, is de schepper van artificiële dingen. Hij kan alleen maar klonen, imiteren, nabootsen, maar hij kent ook geen liefde, geen waarheid en wordt ook de leugenaar der leugenaars genoemd. Nog heel eventjes terug. Midden ziet u uit zijn mannelijk lid een slangenvuur opkomen, omdat hij vooral in deze wereld via seks, via porno, de kracht in de mens tracht te voeden, waardoor de energie niet in het hoofd, wat men noemt de bruidskamer, thalamos, daar zit een orgaan in het hoofd, die kan niet in het hoofd zich samenvoegen, waardoor de man-vrouw één wordt en wordt iedere keer benadrukt met de handgebaar naar boven en beneden, een misbruik van de hermetische wijsheid, zo boven, zo beneden, dat is pakken, grijpen, gissen, alles verleiden, de mens in de greep houden van dat. Lucifer stak de hele wereld in brand door het vuur van de jaloezie. Jaloezie, zegt de Boeddha, is een vuur. 1 vonkje kan de hele wereld in brand steken. Archonten worden werkzaam bij die zogeheten val. En er zegt een tekst uit de Efeziërs. Bijna niemand leest dat tegenwoordig meer, want we hebben toch Harry Potter en we hebben Frodo. Ik bedoel niet die Frodo die hier aanwezig is, maar Frodo van de Ban van de Ring. We hebben zoveel om niet meer ons te verdiepen in de oude wijsheid, waar een stroom in zit die onvergankelijk is. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, dus tegen het lichaam, maar tegen de heerschappijen, de machten, het Grieks archas, tegen de wereldheersers van deze duisternis. En tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen. Na de val, de breuk, wordt de ring van boven afgesloten
En onder wordt het moeilijk gemaakt om terug te keren, tenzij het pad gaat. Het zijn deze machten die de mens voeden met vergankelijkheid, omdat ze, hoor goed, niet willen dat hij wordt gered, opdat hij in hun macht blijft. Dus, wat hebben ze nodig? Ik zeg u heel rauw, deze krachten en machten die intelligent zijn en die gevoed worden door het menselijk emotioneel gebeuren, hebben vooral bloed nodig. Daarom zal Boeddha primair tegen bloedoffers optreden en Yeshua ook zeggen, stop met de bloedoffers. Goethe zei al in zijn Faust, bloed is een ganz besonderes Saft. Heel bijzonder sap. Want dat bloed bevat een kracht, een eterstof, waardoor die archonten zich voeden, daarom oorlog na oorlog na oorlog na oorlog, zij zijn de creators van dit onheil, van deze emotionele wantoestanden op de aarde, en wij hebben niet in de gaten wie ze zijn, wat ze zijn, waarom ze zijn, door wat ze gevoed worden, en pas als we inzicht hebben, kunnen we kappen met die machten van de archonten, die ons in een ijzeren greep houden, van aion tot aion, van vak naar vak, door het hele sterrengebeuren, zodat, zoals de Katharen zeiden, wij de reis der sterren terug naar het vader-moederhuis niet kunnen maken. Bewust een robothand. Innerlijk heb ik weet dat er beschavingen zijn die al vele malen verder zijn met robotica dan wij. Hoe denkt u dat wij die technologie hebben gekregen? Van Silicon Valley, van Bill Gates en Kurt Schwab, die overigens allemaal uit de Joodse hoek komen, die zeer technologisch beschaafd zijn. Dat is gekomen door infiltratie, waar we straks op ingaan. Dus mag de archonten trachten heel de schepping voor eeuwig tot slavernij te brengen. Vanaf de grondvesting der wereld, lees vanaf de val in verstoffelijking, want deze macht en archonten wilden de vrije mens gevangen nemen en hem eeuwig tot slaaf maken. Besef goed, wij moeten eerst weten, toe willen geven, dat we slaaf zijn. Dat we verslaafd zijn aan gsm'tjes en apparaten, dat we verslaafd zijn aan ons werk en ambities, dat we verslaafd zijn aan seks of aan drugs of wat dan ook. En al die slavernijgedragingen zorgen ervoor dat we in het harnas van hun geduwd worden, dag na dag, tijdperk na tijdperk, door deze machten, archontoi en krachten. Als een geestelijke blauwdruk schrijf ik hier, rust in ons een onuitroeibaar heimwee naar het hemels paradijs. En we vinden dat in alle culturen, overal terug. Het archetype van de boom, het archetype van de bron, het archetype van rust en vrede waarbij de leeuw en het lam naast elkaar liggen. Altijd via de boom terug. Het is niet voor niets dat wij onze stichting om kinderen te helpen, hongersnood een beetje bij te staan, dat er weer gegeten wordt, vluchtelingenhulp Lindenhof hebben genoemd. Onthoud vanmiddag met uw hart en ziel ook de mooiste boom die ook in ons lichaamstelsel zit, in het rugmergkanaal, met ook dat slangenvuur. Want zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten, zolang wij in dit stoffelijk veld vertoeven, is alles vergankelijk. De mooiste bloem, de mooiste lucht, de mooiste man, de mooiste vrouw. Vroeg of laat, zoals Boeddha zegt, klopt er iets aan je deur. Een kindje wordt ziek, de vader sterft, de moeder gaat dood, een ongeluk gebeurt. Wij zijn in een onvoorstelbaar broos levensveld. En alleen als dat diepe heimwee, het maakt niet uit hoe oud je bent of jong vanmiddag hier aanwezig. Als je nog je laatste zinnen zet, dat die vijf bomen in het paradijs roerloos worden, de vijf zintuigen, die door die luciferische krachten horendol worden gemaakt. Zoals Lao Tzu zegt, de vijf zintuigen maken ons dol en trekken ons voort als paarden. Als we tot rust komen. Ik kwam naar hier met het vliegtuig, een hele dag reizen via België, trein. Je ziet bijna niemand meer in de trein die niet zo zit. Bijna niemand, en dat noemen ze connected online. Dit is de
toppunt van waan-zin. Ben ik daartegen? Nee, natuurlijk niet, als je met de dingen tijdelijk goed omgaat. Het getuigt alleen, er is geen contact, de zintuigen worden continu bevredigd door wat. En wat zegt Yeshua? Wij zijn altijd geweest, en wat men scheppingsgebeuren noemt, is een manifest worden van een lichtwezen dat in een dramatisch gebeuren is terechtgekomen. In deze tijd, en nu gaan we een beetje naar wat we overal om ons heen kunnen zien, zijn talloze valse messiassen, valse leringen, waarvan je eens moet afvragen, hebben we nog het kritisch vermogen? Plato die leerde al wat kritiek is. Kritiek komt van het Grieks krinein. Je scheidt dus het goede van de afval. Wat is het goede? Agathos, dat is wat heil geeft, rust geeft, vrede geeft. En wat zegt de tekst? Als iemand tegen jullie zegt, kijk, hier is de Christus, Messia, of daar, vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, die grote tekenen en wonderen zullen doen. En als het mogelijk zou zijn, zelfs degenen die zich reeds op het pad bevinden, in het Grieks noemen we dat hoi hodoi, de wegbereiders, op een dwaalspoor te brengen. Kijk, ik heb het je voorzegd. Nou gaan we eens even kijken hoe overal die luciferische kracht is ingeslopen op mondiaal niveau. En ik zeg u, ik laat u nog maar een topje van de ijsberg zien. Een topje. Het is zo ontstellend veel overal ingevreten dat de mens bijna rustig ingeslapen is in een morbide dode slaap. Waarin we onvoorstelbaar snel moeten gaan wakker worden. Hier zie je de theosofie. Sophia, wijsheid, theos, goddelijke wijsheid. Ook daarin heb ik persoonlijk veel mogen leren. En ontdekt dat wat je vroeger 30 jaar geleden wist in de schaduw staat, wat je nu een beetje meer mag voelen en weten. Er is ook ontwikkeling in jezelf. Altijd. En français, on dit toujours, on reste toujours un apprenti. Je blijft altijd een leerling. Dus zelfs de grote meesters zullen altijd zeggen, noem mij geen meester. Je blijft altijd een leerling. En wat zegt hier de theosofie? Blavatsky had contact met de meesters van wijsheid. Ik ga nu misschien wat onthullende, pijnlijke dingen zeggen, maar ik doe dat niet om iemand persoonlijk te treffen. Een spirituele hiërarchie die het goddelijk plan van onze planeet zou bewaken. Deze spirituele hiërarchie zou zich onder andere in Shambhala, de Himalaya, bevinden en van achter de schermen de menselijke evolutie begeleiden. Blavatsky was bij de vrouwelijke vrijmetselarij, die al veel eerder bestond, zag Lucifer Satan als de ware God, de vader van de spirituele mensheid. Kunt u letterlijk in haar boek De Geheime Leer deel 2 terugvinden. Ze was betrokken bij de voorbereiding van de komende wereldleraar. Nu, Blavatsky is van Joodse oorsprong. Uit de Rothenstein-familie. Waarom zeg ik nu een aantal keren Joods erbij? Om een groep te treffen? Nee. Om tegen een groep te zijn, waardoor je onmiddellijk de lading krijgt van antisemiet, terwijl Noach toch 3 zonen had, niet alleen Sem, maar ook Cham en Jafet. Ik zeg u dat omdat er een heftig conflict is, wat bijna niemand durft te zeggen, tussen de Messiah die hier op aarde kwam, de Christus, en de aanvaarding van de Joodse macht. Dus ik praat niet over een heleboel hele fijne Joodse mensen die daar ook toe geraakt zijn, want er staat niet voor niks en talloze kwamen om hem heen, Grieken, heidenen, Joden enzovoorts. Nee, de Joodse macht, de Sanhedrin-macht, die tegenwoordig nog regeert in bijvoorbeeld comité's als comité 300, maar we weten dat niet. Deze macht verwierp, terwijl de profeten als Ezechiël, Jesaja, punt voor punt, 600 voor Christus al aankondigden, dat deze, wat we nu noemen avatara, nederdaling, van deze meester der meesters op aarde zou plaatsvinden. En wat gebeurt? De luciferse kracht sluipt overal in om dit gebeuren tegen te houden. En je vindt hier bijvoorbeeld rechts een graaf, ook wel markies genoemd, de Saint-Germain, die daar rechts ook te zien is. Blavatsky met haar meesters, Kuthomi, El Moria, Saint-Germain, die door miljoenen op deze aarde gevolgd worden. En wat ziet u?
Mooi, hè, die archetypen van die meesters, tulband, lange baard, mantels, maar zij zit op de troon. En overal, of je nou Robespierre ziet, die op een troontje zit met een berg en het verstand als zaligmakend verkondigt, overal zitten ze op tronen. Want je buigen naar het hart en voelen dat er een kracht en een macht is die jou niet wil onderwerpen. En die ook niet vraagt, je moet dienen en je moet buigen. Nee, een liefdeskracht. En daarin gaan staan, zonder heerszucht, dat is een opgave. En dan zie je dus ook, Hitler werd enorm geïnspireerd door de geheime leer. Roosevelt, de Joodse president uit Amerika, enorm geïnspireerd. Stalin las haar. Ik kan er nog tientallen noemen wat voor invloed dit gehad heeft. En wij weten nauwelijks maar dat Saint-Germain, waarvan de verhalen zeggen dat hij iedere keer reïncarneert, tot in de Franse Revolutie waarschijnlijk toe, dat hij een tijdgenoot was van Cagliostro, die de Joodse naam had Jozef Balsemo uit Portugal, en die een Misraïm-orde stichtte, een Joodse orde met veel magie. Heel veel. En de naam Yahweh, de jaloerse, werd opgeroepen. Hier, scheiding der geesten. Iedereen kent Steiner en Blavatsky. En iedereen kent de antroposofie. Blavatsky, de oprichter van de Theosophical Society in de VS, beriep zich dus op contacten met haar meesters. Soms lees je in teksten dat ze visueel contact had, dan telepathisch contact, dan bijna lijkend op een soort automatisch schrift. Maar in ieder geval krijgt ze hele stukken door, soms door een stem, maar meestal lijfelijk met die opgevaren meesters. Haar man was generaal en gouverneur van Caucasië, verbonden, juist ja, met de KGB, die in het tsaristische Rusland de Sheka heette en voor driekwart bezet werd door Joodse macht. En dan zie je hier Steiner, geïnspireerd door de Theosofie, scheidt zich in 1912 af van de Theosofische Vereniging en sticht de Antroposofische Vereniging. Hij was, wat bijna niemand weet, ik heb nog oude foto's van hem, dan zie je hem zo staan, zoals Goethe, zoals Napoleon, u kent ze allemaal wel, hè? Hand op het hart. Het zijn niet altijd even betrouwbare loges, hoor goed, ik zeg niet altijd, en was dus vrijmetselaar. Grootmeester van de Joodse Misraïm-loge, Misraïm betekent Egypte, dus het Joodse volk wat bevrijd wordt uit Egypte, onderhield zich in Zürich, want in Zürich heeft een tijd Lenin gewoond, die gesteund werd door de Joodse banken van Wall Street om met de Joodse man Trotsky de revolutie in Rusland te beginnen, die onvoorstelbaar bloedig is geweest. Steiner, die over het christocentrisch gebeuren praat, had dus contact met broeder Lenin, die een onvoorstelbaar bloedbad in Rusland heeft veroorzaakt. Uit geheime militaire rapporten blijkt dat Steiner, triest genoeg, naast zijn vele prachtige dingen, een tijdje de Sovjet-Republiek gediend heeft en de Illuminati. 8 december 1912 richtte de Theosofische Vereniging de Orde van de Ster op. Kondigde de komst van de wereldleraar aan in de persoon van Jiddu Krishnamurti. Mede op grond daarvan verlaat Steiner de Theosofische Vereniging. Men had dus van de meesters gehoord die ook met presidenten contact hadden, met heel wat, tot Gorbachev toe. Er gaat een wereldleraar komen, een Christus die alle godsdiensten gaat verenigen en het pad van de bevrijding aan de hele mensheid gaat onderrichten. Maar het moet gezegd worden, want de tijd is rijp. Daar ziet u tot slot Besant en Synod. Synod die heeft het boeddhisme helemaal veruiterlijkt. Dat heb ik beschreven in mijn boek met Boeddha onder de vijgenboom, met ook alle foutjes, want je ontwikkelt jezelf ook. Maar die heeft hele Theravada, oorspronkelijk boeddhisme, eigenlijk om zeep gebracht. Leadbeater was pedofiel. Net als zijn collega Wedgwood en stichtte de Vrijkatholieke Kerk, had er 2 kinderen uitgekozen die de wereldleraar moesten zijn. En nadat ze dat mochten zijn, lagen ze eerst bij hem in bed. En dat gold ook voor Jiddu Krishnamurti, die op het eind van zijn leven
ook al was het een grote geest, niet alleen de orde van de ster eerder had ontbonden. Toen zijn broertje Nitia stierf, terwijl de opgevaren meesters zeiden, die gaat nooit sterven, was hij zo teleurgesteld, maar in een invalide stoeltje kwam hij nog op het eind bij de Theosophische Society, om eigenlijk zijn pijn voor een groot meester, een groot leraar werd hij genoemd, nog te verbloemen. Zo diep zat dat in hem. Hij wou geen wereldleraar zijn, was hij ook niet. Dat komt Krishnamurti ook niet toe. No one did understand me. Ik zat bij zijn lezing dat hij dat zei. No one did understand me. Maar als jij werkelijk een groot leraar wordt genoemd, is er dan niemand die jou heeft begrepen? Why, Mr. Krishnamurti? Why? Omdat ook Krishnamurti in zijn grootsheid, in zijn enorme consciousness, af en toe gehinderd werd door deze krachten. Annie Besant, beroemd in India, theosofe, voorzitter van het Indiaanse Nationaal Congres. Als je onderzoek doet, dan blijkt dat de kolonialen die er zaten uit Engeland bijna allemaal vrijmetselaars waren. Heel vaak uit een bepaalde Joodse hoek. En dat heel India in hun macht zat. Postzegels. Lord Reading was de eerste Joodse vicepresident in India. Wat doe je daar als blanke? Ik ben een lange tijd in India geweest, ook in de kloosters van de boeddhisten. Nog zat daar de pijn van de blanke koloniale overheersing. Wat doe je daar? Stealing, graaien, grijpen, gissen. En deze mooie uitgedoste dames en heren hadden ongelooflijk veel macht in de Marxist Social Democratic Foundation en de Fabian Society, een geheim genootschap wat als symbool had een wolf in schaapskleren. En die dus de mensen manipuleerde om ze te onderstreepje drukken. Het tijdschrift, wat mede door Mr. Rockefeller, die op hoge leeftijd gestorven is, men zegt dat hij 4 ruilharten had, ik weet het niet, of dat hij 4 hartcrisissen had, weet ik niet, hij had dus kennelijk wel een hart. Deze man is beschreven door Josephson, directeur van het Rode Kruis. Ik heb thuis nog een zeldzaam boekje wat mede-collega's van mij ook hebben en bewaren, waarin hij enemy number one from America wordt genoemd. Die geschiedenis bespaar ik je. Maar de Rockefellers-dynastie, de Rothschilds-dynastie, zitten overal. En wat richten zij mede op? Lucifer, een tijdschrift, mede geïnspireerd door Alice en Bailey, wiens boeken, wier boeken ik allemaal heb en de meeste ook echt gelezen. En deze dame kondigt, ik heb geen ander woord, de antichrist aan. Maar dat noemt ze zo niet. Ze noemt het de wereldleraar die alles bijeen gaat brengen, gaat nu komen. Zij spreekt over New Age, inwijdingen door Lucifer, etc. Miljoenen lopen erachteraan. En hoe noemde men dat? De Lucis Trust, nadat men begon te merken dat veel mensen het wat te schokkend vonden dat hun tijdschrift Lucifer heette. Dus, ze komen bij elkaar, we noemen het Lucis Trust Office in New York. Adres, hallo, nummer 666, United Nations Plaza. Bailey was de voorbereidster voor de komst van de wereldleraar, de Messias voor de nieuwe tijd, New Age. Zij leidde een geheime school, een arcane school, en zag Lucifer Satan als de ware God en heeft alleen maar gewerkt voor de New World Order. Weet één ding, Lucis Trust is een NGO, dus een niet-gouvernementale organisatie, verbonden bij de Economical and Social Council en heeft een invloed via de VN opgericht door de Rockefellers, die immens is. Zo zijn er ook stromingen die verbonden zijn met geweldloosheid, vredelievendheid, die volledig als NGO gemanipuleerd worden en gebruikt worden, wat bijna niemand weet, oh pijn die we moeten meemaken als we inderdaad uitkomen voor vrede, geweldloosheid, en die ingezet worden in Vietnamprojecten waarvan je de bewijzen kunt vinden, militaire rapporten, hoe ze gemanipuleerd worden door deze machten en krachten via leugen en bedrog, en we moeten het weten. Want de tijd gaat enorm veranderen in de komende tijd.
Shambhala. Is dat de hemelse verblijfplaats? Op aarde van de zogeheten opgevaren meesters. Kijk eens hoe mooi ze eruit zien. Maar hier branden de flambouwen van de Illuminati. Waarvan Mozes Hess zegt en anderen en vele schrijvers dat de kern Joods was. Adam Weishaupt, Joods. Professor Jezuïet was een dekmantel. En de hele leiding achter Adam Weishaupt bij de Illuminatiekring was Altotas, een schuilnaam voor Kulmer, die een satanist was en Adam Weishaupt heeft ingewijd. Daarbij sluiten zich Speyer, Stern en grote bankiers uit Wall Street aan en die leggen hun klauwen. Ik zwijg niet meer. Ik kan niet meer zwijgen. Ik kan niet meer zwijgen. Zij leggen hun klauwen overal om ons te manipuleren. Het is merkwaardig ook hoe deze opgevaren meesters vele contacten hebben met die groepen. Ze werken vanuit Shambhala, maar ze werken alleen voor de New World Order. Waarin de One World Religion centraal staat. Dus alle religies moeten afgesleten worden, er komt één religie. U weet toch dat ware ecumene niet bestaat. Oikos menein betekent voeren naar het huis. Als u het hindoeïsme kent, de Veda, de Vedanta, de Upanishads en de Koran echt lezen, de Koran staat bijvoorbeeld, respect voor Yeshua, maar ondergeschikt aan Mahomet of Mohammed, respect voor Mirjam. Als u de Talmud Babylonica leest, met de afschuw en haat naar Jezus, ik durf niet eens uit te spreken wat in de Talmud Babylonica staat. Als u de echte wijsheid van de Boeddha kent, u kunt die vijf wereldreligies niet bijeenbrengen. U kunt ze wel transformeren, overstijgen en misschien wat symbolen gebruiken, maar in feite moet je er helemaal los van maken. Maar de bedoeling is om in een one world religion met één grote wereldleider opnieuw ons, nu de sluizen open gaan en we een gigakans hebben, weer opnieuw te onderdrukken, weer opnieuw dom te houden door machten en krachten en gronden die ons iedere keer te grazen willen nemen. Leider van die hele groep is de Sananda en die wordt ook wel genoemd Sanatan, een verborgen naam voor Satan. En zijn bijnaam wordt ook dat hij zelf Jezus de Christus is. Dus Christus leidt de opgevaren meesters. Licht op de One World Religion. Ramakrishna, let op de vingerstand, claimt een incarnatie te zijn van Krishna en Rama, kleedde zich graag zijn vrouw. Hij was ongesteld iedere maand, mocht niet naar buiten. Het was een man die erg gek was op jongetjes. Hij zegt, het liefste jongetje wat ik ooit gekend heb, was Vivekananda. Vivekananda gaat naar Amerika, als leerling van Ramakrishna, wordt door de Rockefellers benaderd en komt in de Parliament of Religions die de One World Religion nastreeft. Hij bereikt miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen. In de kortsmoke tijd is hij aan het alcohol, aan het roken en in de bordelen. Sai Baba, ik vind het pijnlijk om te zeggen, ik was betrokken toen, ik was in de ashram in India. En toen we weggingen de dag daarna hoorden we dat er 4 studenten waren doodgeschoten, omdat Sai Baba gevlucht was, maar een avatar naar mijn idee vlucht toch niet. En ik kwam erachter via gesprekken, ontmoetingen, uitdiepingen, dat er ook heel wat schandalen waren. Goud, zilver werd verduisterd en dat het misschien wel eens uit een brede mouw kan komen. Was voor mij ook een diepe teleurstelling, maar ik heb ervan geleerd, want je leert altijd, altijd. En wat ik wou zeggen, die 5 world religions tot 1 religie maken, kan niet. Ecumene is mooi, maar het is pijnlijk om te zeggen, het kan niet. De verschillen zijn zo intens. Bhagwan, ja, heeft heel veel vrijgemaakt. Prachtige boeken over Jezus, over Boeddha. Ik heb ze ook allemaal gelezen, echt waar. En dan plotseling verschijnt er een boekje over de gouden toekomst, wat men niet graag laat naar voren schuiven. En daar schrijft hij in dat manifest dat hij voor een wereldregering is, voor een wereldacademie, voor de afschaffing van godsdiensten, wat ik me kan voorstellen, want in feite moet je de godsdienst transformeren. Ontbinding van het gezin, meritocratie, genetische manipulatie, spermabanken, kunstmatige inseminatie, euthanasie. Werd vaak vergeleken met Jezus, het beeld daarna.
Jezus kwam toch op een ezeltje? CIA, bescherming, leger. Waar is het in uitgemond? Met alle respect, want er zijn prachtige dingen door hem gezegd. Ja, TM. Ik moest ooit een lezing houden voor de TM-leraar in Nederland. En toen zei ze, kom even kijken, je gaat een speciale video zien waarin je de Maharishi ziet zweven. Nou, verlangde ik daar niet naar, maar de video staakte. Ze hebben 3 keer moeten opstarten. Dat hopperen, levitatie, waarvan Patanjali uit de oude Indiaanse wijsheid al zei, het gaat niet om siddhis, spirituele vermogens, van kijk eens wat ik kan onzichtbaar worden, ik kan contact met daar maken. Dat zijn vermogens die wij in het oorspronkelijke levensveld hebben. En sommigen dragen daar nog een stuk van mee. Hoe minder je erover praat, hoe beter. Yeshua beheerst het. Plotseling stond hij in hun midden. Hij las hun gedachten. Boeddha verbiedt siddhis omdat het magie werd. En wat zie je hier? Hij heeft academies opgericht om te leren leviteren. Hij geeft diploma's. Hij maakte de Beatles ongelooflijk beroemd. Of was het andersom dat de Beatles hem beroemd maakten. En Maharishi werd genoemd de 6e Beatle. Hier, waar waren we zo enthousiast over? Over, ik wou bijna zeggen McDonald's, maar het is natuurlijk Neil Donald Walsh. Hoor de uitspraak, iedereen las zijn boeken, miljoenen exemplaren. Wat zegt hij? Hij had contact met God, hij hoort een stem, weet niet of het echt een stem is, maar goed, is niet belangrijk, zegt hij, het komt van God. Sommigen van jullie leiders, zegt hij, hebben voldoende inzicht getoond, en dat zegt God dus door hem, en zijn dapper genoeg geweest om de aanzet voor zo'n nieuwe wereldorde te geven. Zo'n leider was bijvoorbeeld George W. Bush, die de geschiedenis zal ingaan als een man van meer wijsheid, visie, medeleven en moed dan het hedendaagse bronnen bereid waren te erkennen uit het boek God in een nieuw gesprek met God. Hallo, dit zegt dus God over Bush. Ik herinner me nog de spotprent over de bibliotheek van Bush, dat hij kuifje ondersteboven in zijn handen had en boven het boek uitkeek om 9/11 te vertellen. Nu zegt Thomas, mijn lievelings-Ayangarion, het koninkrijk is binnen in jullie en buiten jullie, dus in ons. We hoeven niet te lenen, niet bij een tempel, niet bij een synagoge, niet bij een kerk, niet bij een guru, niet bij New Age, niet bij wie weet wat ook. Mooi hè, wie weet wat ook. Het is in je. Als jullie jezelf kennen, zul je ook gekend worden. En zullen jullie weten dat jullie zonen, dat moet je niet mannelijk zien, dat is los van man, vrouw, van de levende bron, de Vader, zijn. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Krishna zegt in de Bhagavad Gita, Krishna Loka is voor je onbereikbaar als je niet het pad gaat. Het koninkrijk is daarboven, wil zeggen, boven de duisternis. Reinig je van binnen. Want zonder een innerlijke reiniging, zonder allerlei rituelen natuurlijk, kan je niet terugkomen naar dat bewustzijn. Ik ben het licht van de wereld, geldt ook voor ons, in onszelf. Wie mij, je mag er bijna lezen zoals de Veda zeggen, het Atman, het grote zelf, wie het zelf volgt, zal nimmer wandelen in de duisternis, maar het ware levenslicht bezitten. Haar heb ik ook ontmoet in Amsterdam en die zit ook onder de dekmantel van de Illuminati. Aquarius samenzwering. Welk tijdperk zijn we nu? Voordat we straks iets horen aan muziek. Wij zijn na het vissentijdperk. Daarvoor hadden we dus ram. En dan zie je in alle culturen leraren met een lam op hun schouder. De goede herders in alle culturen. Daarna zie je Tauders, de stier, labyrinth in Griekenland met de stier, Ananda, de stier in India, de stierapes in Egypte. En als dan de vissenbeweging komt, Ichthus in het Grieks betekent Jezus Christus Theosoter, dus Jezus Christus, de Zoon, dus gemanifesteerd uit het licht. De catacomben van de christenen zie je dan 2 vissen. En wat gebeurt? Ah, heel kinderlijk zeg ik u, God laat niet varen het plan van zijn schepping. Dus al zakken wij onderuit en heeft dat een diepe verborgen betekenis in het hele kosmologische drama,
Wij worden gestuurd en geduwd, er is steeds hulp, er zijn steeds mensen die komen, er zijn steeds leraren, leraressen, sprekend, zwijgend, om ons te helpen. En het vissentijdperk wordt het vissersnet uitgegooid, de zielenvissers. En dan komen we in Aquarius, dan zegt Yeshua in het Lucas-evangelie, ga naar het huis van de man die een kruik heeft. Dat is ons tijdperk. Dan wordt het licht, via de sterrenpoort, Aquarius, uitgestrooid. Dus als we de tweeling van hemelsparadijs door een sterrenpoort, de twee zuilen, naar een ander gebied gingen, het oorspronkelijke levensveld verlieten, zo kunnen we via de Aquariuspoort, die helemaal toebereid is, weer innerlijk terugkeren naar total consciousness, lichtwezen, oorspronkelijk lichtveld. Maar dan komt de CIA, alle geheime genootschappen, alle clubs in beweging om een vangnet uit te gooien en ons in een New Age toerisme te vangen. Niemand leert je hoe je het pad mag kunt gaan. Kijk eens, wederkomst van Christus is niet wat de Adventisten denken, de getuigen van Jehovah, de Mormona, de uitverkozenen. Er is een veld wat zich nu aan het splitsen is. Bij de poort van Aquarius, zoals de bliksem uitschiet vanuit het oosten en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. Wat betekent dat? We naderen een heel cruciaal moment. De oorlogen zijn er, de hongersnoden, de aardbevingen, de doffe ellende, broeder tegen zuster, zuster tegen broeder. We hebben het allemaal verteld. En dat moment nadert. Niemand kent uur, tijdstip of wat dan ook, dag nog uur. Dan ontstaat er een brekingsveld, want vanuit de oorspronkelijke zon der zonnen, symboliek, het oorspronkelijke licht, gaat een roepende kracht naar de mensheid uit. Die wordt ook wel de rode lichtstraal genoemd. En een brekende kracht, de ultraviolette kracht. En in ons hart, in de top van de rechterhartkamer, ligt wat men noemt het laatste overblijfsel. De parel in de akker. Het lichtburgtje, zoals Eckhart het noemt. Het kostbaar juweel van de lotus, zoals de boeddhisten het noemt. En dat zit letterlijk minuscuul in de top van de rechterhartkamer. En het licht verbreekt al onze oude gewoonten, al onze oude kleren. Dat wil zeggen, leg af, leg af, leg af, leg af. En hoor de innerlijke roep, wat ik in het tweede gedeelte na de pauze uitleg, hoe dit een transformatieproces in je lichaam is. Ik kan alleen maar uit mijn hart zeggen, u moet mij ook onderzoeken. De tijd dringt enorm. Waarom ik zo open die dingen zeg, is omdat het nadert met de dag, met de dag, met de dag, met de dag. En die splitsing van velden wordt genoemd het scheiden van het koren en de kaf, van de schapen en de bokken. Of zoals ik in de parabel, die drie delen over Yeshua heb beschreven, in de parabel staat dan duidelijk dat het veld waarin het cizani, de tweedracht, het valse koren is gezaaid, in de eindcyclus wordt weggemaaid. Dat is ons tijdperk. In het prachtige boek Pistis betekent niet geloof, maar vertrouwen. Er staat nergens, uw geloof heeft u gered, maar het vertrouwen innerlijk. En Sophia Wijsheid van de grote gnosticus Valentinus, de verlosser antwoordde aan Maria Magdalena en zei tegen zijn leerlingen, verkondig het aan de hele wereld en zeg tegen de mensen, streef ernaar dat je de mysterieën van het licht in deze korte tijdspanne ontvangt, zodat je het lichtrijk, het oorspronkelijk veld, de state of consciousness, in dit tijdperk weer kunt binnengaan. En dan komen de Luciferiaanse krachten, die veel meer kennis hebben dan wij. Die hebben een soort slimmigheid waarvan de meeste mensen niet eens een vermoeden hebben. En die trachten de mens weer te vangen in een New Age gebeuren. Je ziet al die beelden en tekeningetjes. Dat is niet bedoeld om je pijn te doen en te zeggen, ja, u houdt van edelstenen of je houdt nog van dat. Dat hoort niet zo. Alle dingen hebben misschien iets goeds, onderzoek het. Maar is het bevrijdend? Is het bevrijdend? We gaan beginnen.
Er is een bureau van esotourisme ontstaan. Kom binnen, kom maar hier, kom eens kijken. Al willen we ons bureau niet te veel aanprijzen, we kunnen uw geest verrijken met luxe esoterische reizen. Wij regelen alles kant en klaar. Maak uw keuze, wij zorgen voor vervoer op de juiste tijd. Nooit krijgen we een klacht of horen we, ja maar, nooit komt iemand terug met spijt. Kom binnen, kom maar hier, kom toch binnen. Uw reis naar de Egyptische piramides of de Bermuda-driehoek kan beginnen. Of eerst maar de graancirkels of Stonehenge kiezen. Wat maakt het ook uit? U hebt niets te verliezen. Of liever eerst een reis door de Arabische woestijn, tussen de twee bulten van een kameel, met als u wilt een bedouïne erbij, voor de gein. Dat past zo mooi in het geheel. Kom toch binnen, hier is het te doen. We hebben een giga-esoterisch bestand. NLP, chakra reading, rebirthing, tarot en I Ching, ingewijde shamanen, brahmanen, waarzeggers, katsaping. Kom toch binnen, keuzes ten overvloed, wiggelgoed lopen, oerkreettherapie en pendelen, grote geheimen verborgen in mijn hoge hoed, etherische oliën, massages, healing, esoterisch zwendelen. Kom toch binnen, vrij entree, ontdek mysterieuze boeken in esoterische schappen en meditatieve hoeken. Doe mee, of zegt u toch maar liever nee. Kom toch binnen, darshan wierook geurt, meesters uit het verre oosten, cursus in wonderen. In een oogwenk is het met u gebeurd. Saint-Germain en Joalcul zullen u nimmer bedonderen. Kom toch binnen en laat u verleiden door de Celestijnse belofte, de secret, tantra en een gesprek met God. Opgevaren meesters en andere schemerlampverlichten zullen u verblijden. Beschouw uw keuze, nimmer of immer als wijs en nimmer als zot. Kom toch binnen, we gaan al onze geheimen verklappen. Automatisch schrift, astraal reizen, levitatie, glaasje draaien, leren omgaan met klop- en fopgeesten, mediamieke boodschappen en hoe u door positive thinking uw geest kunt verfraaien. Zeg nu zelf, is het niet prachtig? Al dat esoterisch reizen door bemiddeling van ons bureau? Halleluja, God Almachtig, en dat voor een habbekrats, zo goed als cadeau! Zonder je huis te verlaten kun je heel de wereld begrijpen. Zonder uit het raam te kijken kun je de weg van de hemel zien. Hoe verder je weggaat, hoe minder je jezelf begrijpt. Daarom begrijpt de wijze zichzelf zonder te reizen. Hij ziet zonder te kijken. Hij volbrengt alles zonder ook maar iets te doen. Lao Tse. Je ziet hier de titel van Bethlehem naar Golgotha, een innerlijke weg. Bethlehem is Hebreeuws voor Betelichem en betekent eigenlijk broodhuis. De vraag is in ons leven, welke voeding geven onze geest, ons hart, ons handelen? Gaan we zingend, springend, dronken door de wereld, onwetend wat er aan de gang is? Of gaan we het levensbrood nemen, dus de spirituele voeding, waardoor dat hart wat verhard is? Er is geen tijd waarin meer hartinfarcten zijn, ook in het verkeer, dan in onze tijd. Het hart heeft 4 hartkamers en het is een diep geheimnis wat Yeshua, die ook historisch was, al hebben ze dat geprobeerd uit te wissen, dan nog is er iets in mij dat van binnenuit weet dat hij ook als groot leraar op deze aarde heeft gelopen. Los van Flavius Josephus, los van Plinius, Herodotus, kun je innerlijk weten, deze grote meester heeft hier op aarde gelopen. Voor zijn tijd
werden de geheimenissen alleen door een zekere elite, niet in de verkeerde zin, doorgegeven. Iemand die rijp was op het pad, iemand die door de nous, in het Grieks geest, geraakt was, werd uiteengezet hoe die verder zijn haar pad kon gaan. Maar de tijd, gelukkig, van die elite is voorbij. Bij de kruisiging scheurt de sluier van de tempel van boven naar beneden en is voor iedereen het doek open. En vandaar dat de proloog van Johannes zegt: iedereen die het wenst, kan weer terug naar het koninkrijk Gods, de state of consciousness, het oorspronkelijk levensveld, in jezelf. Nu is de tijd. Dus welke voeding geef je aan je hart, zodat die levensvonk, wat Eckhart noemde het burgtje, je vindt het ook bij de mystica Theresia van Avila terug, dat kan openbloeien, die roos des harten. Vandaar dat je bij mij, ik ben los van een organisatie, wel iemand die diep met de roos en de symboliek van het kruis verbonden is. Men noemt dat wel eens de onzichtbare broeder- en zusterschap, die in de geest bijeenkomt en losstaat van een organisatie. Dus gaat het hart open, bid lichaam, dan gaat er een innerlijke kruisiging plaatsvinden tot aan de schedelplaats. Golgotha is Aramees voor schedelplaats. En dat is een innerlijk gebeuren waardoor het oude lichaam, de oude kleren, stap voor stap worden afgelegd en de mens zijn laatste sterven doormaakt. We hebben twee soorten dood. Bij je gewone dood leg je je stoffelijk kleed af, je lichaamskleed, waar ik vanmiddag over sprak dat daar een hele begrafenisindustrie omheen is. Hoe stiller je dat kunt, voor mij hoor, je moet mij niet overnemen, hoe sneller je vertrekt, zonder veel sporen nalaten, hoe minder er gerouwd wordt, hoe beter, hoe vrijer je bent. Maar het is een proces. En dat proces houdt in dat de tweede dood bij de meeste mensen pas plaatsvindt na het afleggen van het stofkleed. We hebben ijlere voertuigen, moest je het, wat men noemt het etherisch oog, of in India noemen ze dat het Shiva oog, geopend hebben. En dan zouden we kunnen zien dat de mens een hele uitstraling heeft en dat hij meerdere lichamen heeft. Bij de tweede dood, wat ook een Pim van Lommel min of meer beschrijft bij zijn bijna doodervaringen, leggen we al die fijnstoffelijke kleren af. Tot we naakt zijn en de residuen van al onze ervaringen opgetast worden en kijken of we verder kunnen of weer teruggestoten worden door ons verlangen. Die tweede dood houdt in dat een heleboel rommel in de afvalbak van de astrale sfeer komt. Daar bevinden zich de fopgeesten, de plaaggeesten, daar bevinden zich de channelmogelijkheden, zodat a priori, ik hoop niemand persoonlijk pijn te doen, want dat wil ik niet, alle stemgehoorigheden in het hoofd die ik via de reptilian hersenen binnenkrijg, in feite afleiding zijn. Let op, bijna al die channels worden gekieteld, jij bent uitgekozen, je bent uitverkoren. En dat komt meestal door de afvalbak, de stortbak in de astrale sfeer, waar nog allerlei entiteiten voortleven die nog niet tot bevrijding gekomen zijn en onbewust ook de puurdere bepaalde krachten voeden. Eerste dood, tweede dood. Hoe kun je beide doden overwinnen? Door wedergeboren te worden uit water, inzicht, gnosis, en het vuur van de geest weer verenigd worden in het oorspronkelijke levensveld. Daarbij maakt ieder van ons een soort beproeving door. Ik laat je archetypische beelden zien, klem je er niet aan vast, dat zijn schilderingen of tekeningen. En als mens zijn we geneigd om mythologische beelden of archetypen vaak te verletterlijken. Wat staat hier? Jezus wordt door de duivel in de woestijn beproefd. Er komt een stadium in ons bewustzijn dat je voelt dat je in een soort woestijn bent. Er is niets meer vruchtbaar. Er is geen water om te drinken. Geen boom. Het kan een fase zijn, het is niet noodzakelijk dat iedereen dezelfde weg doormaakt, dat je eenzaam voelt, verlaten.
door God verlaten, door de heelheid verlaten. En dan komt die kracht naar je toe, die duivelse kracht, om te beproeven waar je eigenlijk staat. Met andere woorden, de tegenkracht in je, die mede ontstaat door het scheppingsgebeuren van een onrijpe geest en valse emoties, die gaat beproeven innerlijk waar je staat. Dan spreekt, niet te veel letterlijk nemen, die kracht als jij een kind van God bent en je meent al zover te zijn. Zorg dan dat deze stenen brood worden. In het algemeen geven we elkaar in plaats van levensvoedsel, lichtvoedsel, geestelijk voedsel, stenen. Stenen voor brood. Nu is het zo dat een mens die in een bepaald bewustzijn komt, die beschikt over siddhis, spirituele vermogens. Maar op het moment dat je de verleiding komt dit te demonstreren, dus ook een suggestie geeft, ik zou dit kunnen of dat kunnen, dat kan, verzwakken die vermogens onmiddellijk. Niet meteen, maar ben je dus eigenlijk jezelf aan het verzwakken. Daarom zeggen alle grote geesten, als je die vermogens hebt, zo stil mogelijk, zwijg er liever over dan over te praten. En pas als je mag hulpverlening geven, dan is het nog de grote geest, het consciousness van de kosmos, die door jou heen dit bereikt. Niet ik, maar de vader, moeder door mij heen. Dus wat geef je? Geef je in je leven stenen, voedsel wat mineraal is, lager voedsel. Bijvoorbeeld als je heel erg verkeerd gaat eten, trek je ook je lijf omlaag. Je gevoeligheid, je radiatie. Ik gebruik het woord chakra's liever niet te veel, want daar is ook een hele markt op. Maar je hebt natuurlijk wielen die tegen de klok indraaien en die anders gaan draaien als je een bepaalde levenswijze hebt. En dan word je gevoed uit allerlei dimensies in de kosmos tot je weer dat lichtmens, lichtwezen bent die uit het oorspronkelijk levensveld ademt. Maria van Magdala was een heel bijzondere apostola. Zij begreep direct als vrouw met het hart. Direct. Daar heb ik in dat boek veel over geschreven. En de laatste avondmaal was bij de Katharen, die niet spraken over de Ecclesia Petri, maar de Ecclesia Maria Magdalena Petra. Dus zij volgde de innerlijke weg ter woede van Rome. Ze zeiden ook Roma amor inversus est. Rome is de omkering van de liefde. Zij volgde die innerlijke weg, dat innerlijke pad. En dat betekent dat ze wisten dat het endura, in het Occitaans endurare, dat je een keer ophoudt met al de aanbiedingen van het leven. Die spijzen heb je niet meer nodig. De ambitie sterft af. De zware voeding sterft af. Je komt los van de wereld. Je bent er wel in, maar niet meer van. En dat is een cruciaal stadium waarin de mens voor de beslissing komt of je jong bent of oud. Dat maakt echt niet uit, want je stofkleed is wat ouder. Maar die cruciale beslissing kan je voor je definitieve lichaamsdood vrijmaken. Het hoeft allemaal niet zo. Je blijft gewoon vriendelijk en beleefd en wellevend naar iedereen. Je zegt wat je moet zeggen, maar je bent los van die voeding van die wereld die je continu te pakken wil nemen bij wat je hier allemaal zag. Via al die amusementsindustrieën, via overtollige seks en noem maar op. Het houdt een keer op, het blust uit, omdat een ander vuur van liefde in je gaat branden. En dan verschijnt die prachtige prent. Kleren zijn afgelegd. Als je die aftrekt, gewoon uitdoet, al je dogma's, al je opinies. Ook de prentjes hier vanmiddag, die zijn een hulpstukje. Leg het af. Word naakt. En die naaktheid is je grootste kracht. Je hoeft hem nooit meer te bedekken met vellen van dieren, met rokken van vellen. Want je naaktheid is niet de naaktheid van dit lichaam. Mannelijk, vrouwelijk, seksueel of niet seksueel. Het is puur liefde en licht. Liefde en licht in de eenheid van het zijn dat altijd is. En dat is eigenlijk wat ik vanmiddag wil zeggen. Dat als je die kleren uit hebt, weer als een kind onbevangen kunt zijn. En weet dat ondanks de zware storm die de mensheid doormaakt, de grote ellende, de beproevingen die we doormaken, zacht in ons gloort het liefdeslicht. We komen uit het licht. En we verrijzen uit de as.
Gezaaid wordt een aards lichaam. We zijn erin getrokken in de stof. We zijn verstoffelijkt, een aards lichaam, een soma psychikon. Een geestelijk lichaam, een soma pneumaticon, dat is de ruach, de werkelijke adem Gods. Dat is het licht, de liefde die door ons heen ademt. In die toestand heb je ook geen longen meer nodig, want in de evolutie van Darwin verschijnen de longen om zuurstof te happen. En dat is in de Darwinistische evolutie altijd oorlog en strijd, want wij produceren koolzuur en de plantenwereld geeft ons zuurstof. Dus we zijn altijd in een wisselingwerking van afhankelijkheid. Maar de oorspronkelijke levensveld kent geen afhankelijkheid. De mens is androgyn, laat het plaatje van de vorm weg en verrijst uit zijn eigen knokkelkarreljon. Want laten we reëel zijn, dit lichaam slijt, doet een keer pijn en ja, dokter Schwab bijvoorbeeld, die zegt, ik ben het brein, die zegt, je hebt niet eens vrije wil. En zeg ik, kijk toch typisch dat deze man voorzitter is van de vereniging Vrijwillige Levensbeëindiging. Het zal aan mijn vermogen van denken liggen, maar dat snap ik niet helemaal, dokter Schwab. Dus, het is geen vrijwillige levensbeëindiging. Het is uitblussen, uitdoven. Natuurlijk als er zoiets is, alsjeblieft de pijn bestrijden en zo, hè? Niet te gek gaan doen. Hè? Maar het is uitblussen aan al het oude. En daar zijn we liefde. Dat zijn we licht. De kruisiging is volbracht in dit stoflichaam. En het opstaan, waarbij we Maharishi Mahayogi niet nodig hebben om te hoppen, is onmiddellijk daar. En dan klinkt Bach. Goede mensen. Ik kan alleen maar zeggen wat in mijn innerlijk leeft, dat wij zeer, zeer onthullende tijden tegemoet gaan. En dat het zo belangrijk is in onze rust te blijven, in onze vrede, in ons mededogen, in ons vertrouwen ook, dat je niet in de angst gaat of in de zorgen. Ik zou je, als dat al mogelijk was, willen aanmoedigen om vanaf vanmiddag met opgeheven hoofd door de wereld te gaan. Vol vertrouwen. Durf alle kaf te laten vallen. Durf de dingen die je misschien even pijn gedaan hebben te onderzoeken. Van Khalil Gibran uit De Meester van de Eindtijd lees ik u de tekst voor. Mijn leerlingen zijn als een lamp die brandt in de duisternis van deze wereld. Als straks de duisternis toeneemt, zal jullie lamp dan branden. Zal er genoeg olie van licht en liefde in jullie lamp zijn, als het duister gordijn der waanzin schuift voor het licht. Wees als een wijze maagd, een wijze ziel, onaangeraakt door het vuur van verlangen naar deze wereld. Dan zal het grootste licht van bewustzijn heel je lichaam doorstralen. Wordt het kind van licht en liefde in jou geboren, herboren. Verschijnt de gouden wonderlamp. Ik zeg jullie nogmaals, kinderen van het licht zijn jullie. Kinderen van de ochtendstond, die geen avond kent. Een dans van licht. Je bent het levende licht dat in de duisternis straalt. Het licht van alle werelden. Het licht dat alles doordringt. Laat je onwetendheid verbranden als stoffig kaf van zomers koren.